Goedemiddag allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is al best wel laat, het is 3:01. Ik kom net uit de douche. Ik ben best wel blij met het weekend. Want ik heb gisteren echt gewoon, wat ik al zei, aan het einde van mijn weekvlog bijna niet op mijn telefoon gezeten. En gewoon echt eventjes weekend gehad. En ik had daar wel behoefte aan, merk ik. Ik ben heel erg druk met Babbelhap. Dat ik bijna denk, hoe ga ik dat volhouden? Want ja, misschien gaat het eindelijk allemaal makkelijker. Maar gisteren hadden we nog een hele gezellige avond. Dus ik heb vandaag iets langer geslapen. En ik heb net, mijn laptop lag bij mijn bed. Toen dacht ik, oké. Ik had vandaag als doel om misschien bij Barista Café een beetje te gaan werken voor bijles. Zodat ik eventjes de deur uit ben. Dan is het eigenlijk wel lekker om elke dag even de deur uit te zijn. Of één dagje niet, is goed. Maar mijn laptop lag naast mijn bed. Dus ik dacht, ik ga eventjes die snippets doen. Want ik heb dus de video's vervoegd naar 10:00 van Babbelhap. En dat was echt dramatisch. Maar het voordeel was wel dat ik daarna dus om 10:30 ook echt klaar was. En dus er niks meer voor hoefde te doen. Maar nu moeten natuurlijk de snippets online komen. Dat is weer goede promotie en ook gewoon leuk om te zien. Dus die maakte ik helemaal op TikTok. Want een YouTube video is zo. En een reel of snippet is zo. Dus je moet dat helemaal gaan inzoomen. En dan per fragment hakken, knippen, zoomen. Het is echt, er komt zoveel bij kijken. En natuurlijk de beschrijving typen en zo. Dus toen ging ik even kijken of ik het niet gewoon op iMovie kon doen. In plaats van via TikTok. En dat kan. Dus dat heb ik via iMovie gedaan. Dan moet je dus gewoon je video draaien. En dan uitsnijden. Dan pakt hij automatisch die vorm. Maar dan moet je dus, oké, mijn moeder zegt dat. Knip. Oh, dan is er een dip in beeld. Dan moet hij weer zo knip, knip. En als je scheef knipt, krijg je zo'n irritante shot. Dus daar ben ik zeker 2 mee bezig geweest. Maar ik heb wel 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 8. 1 staat al online. 7 snippets. Die staan nu op mijn laptop. Die ga ik dan airdroppen naar mezelf en staan ze op mijn telefoon. En die ga ik dan deze week gewoon plaatsen op de Instagram. Ik moet ook nog facturen sturen. En ik wilde dus eigenlijk, mijn doel is eigenlijk dat ik voortaan op maandag mijn weekvlog af heb. Zodat ik meer tijd heb voor Babbelhap. Maar moet je even beseffen dat ik ook nog, als de opnames, als alles online staat, heb ik ook nog nieuwe opnames. En ik wil niet meer zo'n opnameperiode gaan doen, maar ik wil eigenlijk bijvoorbeeld elke week dan een opname doen. Maar nu denk ik echt, ik weet niet of dat wel haalbaar is, want ik ben vorige week zo druk geweest hiermee. En je verdient er natuurlijk nog geen trol mee. En ik moet ook mijn opleiding weer gaan doen. Dus het is echt heel druk. Babbelhap is echt heel lastig. Maar ik denk dat het wel lastiger wordt. Als ik nu kijk naar de voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Ook qua het regelen van gasten. En met hun weer de recepten en alles afstemmen. En überhaupt of ze komen of het doorgaat. Er komt heel veel bij kijken. Dus misschien moet ik wel weer een draaiperiode. Dat je dus na een seizoen weer een draaiperiode hebt van een maand. Zodat er 4 weken niks online komt. Dat vind ik ook weer jammer. Maar als ik me nu inbeeld dat ik dus nu weekvlog online moet krijgen, Babbelhap online moet krijgen. En dan ook nog, en denk je dat is toch geen werk, dat is echt heel veel werk. En dan ook nog, natuurlijk ja, ook sporten en bijles geven en leven. En die studie moet ook. En dat ik dan dus ook nog een opname heb wat een hele dag in beslag neemt. Dan denk ik wel, hoe ga ik dat doen? Dus ik heb in ieder geval voor november 3 opnames gepland. Of zijn we aan het plannen. Zodat ik dus in december, na de laatste aflevering van Babbelhap, sorry als je het niet interessant vindt, maar het is mijn leven nu. Dat ik dan nog 3 feestdagen specials heb. En ik denk dat ik dan in januari opnames ga doen. En dan even 4 weken niks. Het liefst zou ik er wel op zondag bijvoorbeeld een proefvideo of een mukbang willen doen. Maar ik weet niet of er tijd voor is. Zodat ik misschien gewoon in januari eventjes niks heb. Wat ik wel jammer vind. Dat is juist zo'n maand dat het leuk is. En saaie maand waarin het leuk is om iets te kijken. Maar dat ik dan de tijd heb om dus te gaan filmen in die periode. Of zoiets. Nou ja, dat is dus een beetje de struggle. En nu zit ik erover na te denken. Ik ben dus net beneden. Om misschien meteen weg te gaan. Lekker op het fietsje. Laptop mee. Even opladen. En gewoon even misschien niks eten. Geen matcha, niks. En dat ik meteen even lekker naar Barista ga. Want het is, ik heb nu best wel lekker gewerkt in bed en ik doe dat nooit. Ik ben niet een in bed chill persoon. Maar dat ik nu gewoon lekker meteen even weg ga. Ik heb mijn wasje erin. Ik kan dan vanavond moeten we wel koken. Ik wil ook nog sporten, maar dat ga ik denk ik weer naar bijles doen. Ja, dan ik dat doe. Even snel wat opladen. En dan de zon schijnt ook. Ja, ga ik lekker even bij Barista Café werken. Dan ben ik toch even eruit. En dan is mijn doel dat ik daar dus mijn weekvlog helemaal af ga krijgen. Oké, het is 2:30, dus 2:15 daar. Dan heb ik 2 uurtjes, lekker. En als ik snel klaar ben, ga ik ook misschien nog even langs de Primark of TK Maxx. Doei! Al wel handig om dan mijn kabel mee te nemen, zodat ik ook mijn beelden kan importeren. Ja, daar ben je.
Ze hebben een paar nieuwe dingen op de kaart, maar ik heb dus zoveel zin in dit. Maar ik ga het niet doen. Ik hou het vol. Misschien ga ik wel voor dit. Ook wel lekker. Hier hoef ik eigenlijk geen tortilla chips en ook geen bacon. Lekker. Oké, ik moet gaan. Ik moet over een kwartier bij bijles zijn, dus ik ga stoppen. Ik heb, denk ik, 80% van mijn vlog kunnen doen of zo. Ik ben wel heel gaar. Ik had liefst nog even lekker buiten gelopen, maar ik dacht ik moet wel. Er is helaas geen winkels voor mij en nu door naar bijles. Ik ga altijd ook... Oh, wind. Als het zonnetje schijnt probeer ik echt met de fiets te gaan ook. Je ook weer die frisse lucht. Ik merk als je dan in de auto stapt, dan krijg je niet die energieboost of zo. Hebben jullie dat ook? Ik ga zo lekker op frisse lucht en buiten zijn. Ik ben trouwens heel blij met mijn jas, want ik heb hem gekocht omdat ik hem heel leuk vind. Maar het is nu 11 graden en het waait best wel hard, echt koud. En ik merk dat mijn lichaam goed warm blijft met deze jas tot nu toe elke keer. En dat ik echt zin heb om bijna een muts op te gaan doen. Hoewel ik die lucht langs je oren dus heel lekker vind. Maar qua kou en handschoenen. En hij is natuurlijk niet lang. Dus je billen of zo voel je dat die niet goed bedekt worden met deze jas. Geen herfst. Het is geen winterjas. Maar voor de herfst vind ik hem wel prima. Hij houdt je echt goed warm. Terwijl het is een heel dun stofje van binnen met een dun bondje. Maar hij is echt goed. En dit is heel chill. Dat voorkomt dat je keel te veel kou valt. Oké, ik ga nu fietsen. Dan ben ik 5 minuutjes te vroeg. Maar dat kan wel. Ik ben altijd net iets ervoor of net iets erna. Zo, na bijna is even een tussenstop voor een fietslampje voor mijn achterkant. Het is namelijk echt ziek donker ineens. Wow. Ik zei toch dat ik nog ging koken. Nou, dat hoeft dus niet, want hij heeft al gekookt. Het is gewoon al klaar als ik uit de sportschool kom. Dit is zo lekker gerecht. Ik zal even de binnenkant straks laten zien. En ik heb lekker sinaasappel gemmerd in. Had ik net dus ook bij Barista. Daar betaal je er dus 4 euro voor. En hier is het echt heel goedkoop. En je kan het de hele avond bijvullen met lekker water. Want je kan hier zo lang mee doen. Dat vind ik altijd bij de horeca altijd zo zonde. Dat je dan denkt van ja, kan je hier echt nog 10 keer water bij doen. Dan is het gewoon nog lekker. Oh, en ik doe trouwens ook echt stukjes sinaasappel erin. Je ziet dus niet hoe ziek lekker het is. Maar dit zijn dus cannelloni-rolletjes gevuld. Zo lekker. En echt heel veel spinazie. Het is nog best gezond los van de kaas. En die tomatensaus is dus de soep van vorige week. Zonder water erbij. Nou, het is moeilijk om het mooi in beeld te krijgen. Maar het is echt heerlijk. En hier kan je lekker 3 dagen of zo van eten. Ja, vanochtend werd ik wakker met slecht nieuws. Namelijk dat het tomatenseizoen voorbij is. Je ziet het al. Dit waren echt de laatste nog. Zo sad. San Marzano was al niet meer te krijgen. Deze vleestomaten zijn echt voor... Ik heb hier 2,50 voor betaald. Deze zijn echt super klein en niet rood. Dus je ziet al dat deze al niet top meer waren. Maar dit zijn mijn laatste. Huilen. Zo jammer. Maar ja, it's nature. Maar je ziet echt dat deze niet zo mooi zijn. En wat ga ik met deze laatste tomaten doen? Is de vraag die ik stel. Ga ik ze raspen? Vind ik ook weer zonde of zo. Het is mijn ontbijt, maar ik had zin in een tomaat. Ik ga... Ja. Ja. Gewoon de vlakjes snijden met olijfolie lekker. Je ziet zo erg het verschil. Kijk, ze zijn gewoon echt... Het zijn niet echt vleestomaten. Het lijkt... Ze hebben niet echt goed kunnen doorrijpen. Ze hebben heel veel binnenkant wel vleestomaten. Wordt juist superveel vlees te hebben. Dus het is echt geen goede. Eigenlijk hadden ze dus hier al moeten zeggen dat ze er niet meer waren. Dat is eigenlijk gewoon zonde. Voor 2,50. Maar ja. Zo, extreem veel knoflook eroverheen. En die lekkere olijfolie die bijna op is uit Spanje van de vriendin van moeder. En zelfs de peper, verder niks. Ik heb geen basilicum in huis. Echt heel veel knoflook, maar ik heb hier gewoon zin in. En de zon schijnt, dus ik ga dit lekker buiten opeten. En nog lekker wat van deze. Kijk hoe leuk dit eruit ziet. Ik doe dus dit. Eerst ging ze pellen, maar ik vind dit wel een handige manier. Bijzonder dingetje. Het is ook zacht, hè? Zo denk ik dat het hard is. Kijk zo. Net als een EOS lippenbalsem. Ja, het is dus echt... Het gaat zo uit die schil. Je moet alleen die schil even open krijgen en die is best wel dik. Mooi, hè? Kijk hoe mooi. Zo'n mooi vruchtje. Prachtig. Dit is gewoon heel lekker spul. Je kan er gewoon overgooien. Ik vind het zo leuk. Ik hou hier echt van. Er zit veel meer vruchtvlees op dan bij een lychee. Hola mensen. Ik heb de hele dag gewerkt, zoals altijd. En ik heb eigenlijk net even 2 uur gewerkt aan een briefing die ik naar al mijn babbelhapgasten ga sturen. Want er staan nu eindelijk een paar data met mensen vast per week. Dus dat was best wel veel werk. En ik heb weer een to-go box bij de bakker gehaald. We hebben bruine puntjes. Weer een banketstaaf. Er ligt er al
anderhalve de vriezer, want die helft hebben we dit weekend met Koen en Henny en Meida gebruikt. Weer eierkoeken, maar die vorige zijn al op. Dat vind ik eigenlijk best wel chill. Geen gebakje. Dat vind ik eigenlijk niet erg, want ik heb wel zin in gezond. Oh, wel een... Oeh. Chocolademuffin. Ja, misschien nog iets lekkers voor mij naar school. Nee, dit is een... Oh. Dit vindt haar ook lekker. Een kaas. Een kaasvlecht of zo. En een saucijzenbroodje. Mm. Oh, dit zijn wel echt allemaal dingen die heel erg van pas komen. En het leukste van alles vind ik altijd het goede brood. Yes. Volgens mij is het eindelijk weer die ene. Ja, dit is het witte brood die zo lekker is. Bij tomatensoep. Zoutenboter. Heerlijk. Hier ben ik het meest blij mee nog. Er lagen echt super veel boxen. Ze geven iets minder dan aan het begin, maar het is nog steeds super chill. Oké, okay, nu gaan we lekker stampot eten. Oh, hij heeft kipballen gemaakt. Dat eet ik wel. Niet te veel, maar ik eet het wel. En ik doe dus altijd, zij eten het zo en ik pak dan dit. En dan doe ik er nog echt een hele zak rauwe andijven doorheen. Dat vind ik lekker. Thanks. En we hebben ook champignons. Oh. Eigenlijk kan je dus ook het vlees weglaten en gewoon dit als vlees doen. Good morning, ik ga nu naar de kapper. Mijn kapper is ziek, maar een ander gaat het doen om mijn warme gloed uit mijn haar te krijgen. Alleen de hulp is er nog niet en normaal is ze er al. Ik moet over 2 minuten bij de kapper zijn, dus ik weet even niet hoe ik dat ga oplossen. Ik ben inmiddels alweer bij de sportschool, lekker lopend, maar mijn haar is weer een stuk beter. Sommige plekjes zijn hier best wel grijs, maar dat wordt altijd de voorkant vooral. Dat wordt minder na het wassen. Is hier nog een, af en toe een beetje warmte, maar dit is echt veel beter. Met warme haar is niks voor mij. Ja, beter toch? Het was gewoon surface omdat ze dus een andere toner had gebruikt. Die dus blijkbaar niet goed is bij mijn haar. Dus nu hebben we gewoon weer de oude toner gedaan. Dat is super fijn dat het zo is opgelost en ik wil lekker aan het sporten. Leeggezet. Ik voel me echt zo'n loser die heet op zijn mobiel zit. Ik zit echt zo te lopen. Maar denk ja, ik loop ondertussen wel. Het is niet dat je lekker geniet van de omgeving. Maar ik ben even bezig met bedrijven benaderen voor een kerstpakket. Voor Babbelhap, superleuk. En ik ben even een haarworstel aan het bestellen die ik bij de kapper chill vond. En een spul en een shampoo. Die ik dan op de goedkoopste website wil scoren. Waardoor ik er een half uur over doe. Om 2 euro. Nee, oké. Okay, het scheelt echt soms 10 euro. Om dat te besparen. Maar goed. Ik voel het zo stom dat je eens op je telefoon zit, maar ja, beter lopend dan op de bank. Wat ik te denken, het ding is ook als je zeg maar juf bent of zo, je hebt een keer tijd tekort, dan fix je even wat sneller een les of vlant je sneller wat in elkaar of wat dan ook. Maar als je dus dit werk doet, kan je dus niet afwaffelen. Eigenlijk kan je, ik kan altijd heel goed in werk wat anderen doen, zeg maar iets sneller doen, dan best wel snel. Maar dit werk kan je dus niet sneller doen, want je moet, je kan niet beelden doorspoelen of snap je wat ik bedoel? Je kunt de video niet sneller bewerken. Natuurlijk kan je wel sneller zijn in het type van bedrijven op Instagram of zo, maar je kan het niet echt sneller doen. Ja, oké, ik ga beginnen. Zo, weer, ik heb geen zin en tijd om iets te maken, lunch. Dus ik ga lekker hier, het zit in olie, maar geitenkaasblokjes, kip, avocado, in sla doen. Ja, dit is dus totaal random. Echt super veel honger. Dus ik dacht, ik ging werken, maar ik dacht, ik moet echt iets eten. Ik merkte dat ik zin kreeg om sushi te bestellen. Als ik dat heb, heb ik meestal gewoon honger. Oh, dat ziet er toch te lekker uit. Nom, nom, nom. Ik had er zelf zin om op de bank te zitten en tv te kijken, maar we gaan het niet doen. En deze er ook nog even achteraan. Het is helaas niet lactosevrij, dus ik vind mijn buik niet heel chill, maar oké. Okay. Wat zou ik zeggen? Oh ja, ik probeer niet al mijn eiwitten alleen maar uit dierlijke producten te halen hoor. Maar ik merk wel dat ik veel te weinig eiwitten tot me neem. En dat is echt heel stom, maar ik ben gewoon er niet zo goed in. Ik moet echt gewoon... Ja, ik neem dus al heel lang geen shakes meer. Dat moet ik eigenlijk gewoon weer doen. Maar bijvoorbeeld, ja, mijn vriend die eet echt tonijn, cottage cheese, elke dag ei, kwark. Weet je, die krijgt echt zijn eiwitten binnen. Die doet ook 3 keer breaksporten.
En ik doe dat echt heel weinig eigenlijk. Maar nu, in die geitenkaas zit trouwens ook heel veel eiwitten die ik net heb gegeten. Kipfilet. Avocado weet ik eigenlijk niet. Vooral vet volgens mij. Nou, dit is dan weer eiwit. Vanochtend heb ik yoghurt gegeten, maar het zijn echt dagen dat ik het heel slecht doe. Dus, ik weet niet. Ik vind die shakejes, ja. Ja, dat moet ik eigenlijk wel doen. Want op die manier word je ook niet echt sterker als je te weinig eiwitten neemt. En dan gaan ze je spieren af. En trouwens, mijn sushi-behoefte is instantly gewoon gone, hè. Dat is echt, als ik overdag zin heb in sushi, weet ik dat ik te weinig heb gegeten. Dat is voor mij gewoon hoe ik het weet. En ik had mijn mandje al gevuld, hè, om te bestellen. Dus dacht ik, nee. Nee. En nu heb ik geen zin meer in sushi. Rara, wat ga ik ophalen nu om 5 uur? Zet het in de comments. Zo, even snel filmen, want ze komen zo thuis. Had je het goed? Het was een to-go-box. Ik heb ook even snel een cadeautje gehad voor mijn bonusdochter. Niet gepland, want ik ben niet heel erg per se van cadeautjes geven voor goede cijfers of wat dan ook. Maar ze heeft zo goed haar best gedaan voor de boekbespreking die ze vandaag had. En ik weet nog niet wat voor cijfers ze had. Die bijlesjongen van vrijdag werkt dus, op zijn school werken ze dus niet met cijfers, maar met beoordelingen. En dat vind ik eigenlijk heel goed. Maar goed, ze krijgen cijfers, dus ik heb een heel schattig knuffeltje voor haar gekocht. Los van wat voor cijfers ze heeft gekregen. En ik heb een mand gekocht voor de baby shower van mijn vriendinnetje. Volgens mij houdt zij van dit soort kleuren. Kan lekker veel in. Ik ga dus een hele leuke fruitmand / goodiemand voor haar maken. Dat ga ik natuurlijk allemaal inderdaad doen. Niet nu. Met cellofaan. Maar ik moet even... Oh ja, dit boek. Uiteindelijk heb ik al heel veel verzameld. Die thee. Luiers. Komt later. Even snel wat we hebben gekregen. Hier zit iets heel zwaars in. Eierkoeken. Oh, het zit helemaal vol met broodjes, joh. Ik dacht een heel brood. Maar we hebben allemaal van dit soort broodjes gekregen. Sorry, dat is Lot. Ik zit met Lot te appen. Het is dus niet Lotte's baby shower, maar van een andere vriendin die niet op internet wil. Wow. Jongen, en nog 2 van deze hier. Het lijkt alsof we elke dinsdag en woensdag de to-go hebben trouwens. Heel lekker voor... Nou, dit gaat mijn vriend heel lekker vinden. Een soort van kaas-uienbroodje, denk ik. Bananen voor in de fruitmand. Nou, deze zijn voor ons en voor haar heb ik biologische. Ja, prego. En een alcoholvrij cocktailtje alvast. De man zit nu al bijna vol. Melk voor haar, daarvoor ging ik naar de winkel. Ik moet altijd zo haasten, maar als ze binnenkomen kan ik niet echt meer praten. Een zeg maar simpeler brood. Ik hou altijd meer van die andere broden, maar dit is ook chill. Nu moet ik wel even stoppen, want nu zit de vriezer echt vol. En nog een brood. Oeh, ik heb het heet. En mijn vriendin noemt de baby dus Peach. Dus ik heb iced tea, zout en iced tea met perzik smaak. Maar ik ga er meerdere perzik dingen in doen. En ik ga helemaal los waarschijnlijk. Oh ja, de gebakjes. Altijd wat gestrest. Maar ja, als ze thuis komen kan ik gewoon niet meer rustig praten. Dat is echt lastig hoor. Tada. Dit is heel zwaar. Het voelt echt als die citroenmeringue. Wat ik altijd hoop dat het is. Het is wel toevallig dat we steeds op de dagen dat mijn bonusdochter er is, dit soort dingen hebben. Want zij houdt van toetjes. En dan eten we gewoon een klein stukje en de rest vriezen we dan bijvoorbeeld in. Dan heb je echt... Ja, het is leuker dan een bakje vla natuurlijk. Nou, het gaat te moeilijk. Oh, we hebben 4 ton poesje. Holy moly. Lekker zeg. We moeten ook maar de vriezer in. Nou. Dat was het. Ik ga even snel de cannelloni opwarmen, want we hebben lekker cannelloni van maandag. Gaan we nu eten. Hoef ik lekker niet te koken. Kijk wat Chicky heeft gevonden. Het ziet er heel vies uit, maar zien jullie dit? Dit heeft mijn bonusdochter dus gevonden. In haar eten. Ik kan niet verder zoomen. Lieve heersbeestje. Zo zielig. Was hij denk je al... Gaat het nu niet meer eten. Maar zou hij in de zak spinazie nog hebben geleefd? Ja, hij heeft gekookt, dus die is de enige die het kan weten. Oh, wat zielig, die heeft 2 keer in de oven gecremeerd al bijna. Ik vind het heel zielig, die hele rode kleur is er ook uitgekookt. Deze is nu helemaal soort bruin. Oh, ik vind het echt zielig. Lekker, heel, het ziet er echt vies uit dit bord. Ja, ja, in de boterhammel zit lekker exotische vrucht. Super cool, opengesneden, ziet er zo leuk uit. Die heeft ze nog niet geproefd, dus dat is wel leuk. Longan, ook die exotische vruchtjes. Mega lekker, een soort lychee. Allemaal gekleurde radijsjes, worteltjes en een paprikaatje. Good morning, jongens. Ik mis de zomer. Ik zeg dat niet snel. Ik zeg altijd, oh, ik hou van Nederland. Ik vind het juist leuk, die wisselende seizoenen. Maar nu, ook vooral omdat ik merk dat iedereen is ziek. Iedereen is niet lekker.
Iedereen is een beetje chaggy. Iedereen is niet fit. Gisteravond was ik zo moe. En kreeg ik ineens weer een beetje van die zo'n slechte huid. En je voelt je gewoon minder lekker in je vel. En maar omdat iedereen het heeft, denk ik ook echt van zomer. We hebben zomer nodig. Ik hoor ook net dat het vriendinnetje die dus de baby shower heeft zondag helemaal niet lekker is. En ziek aan het worden is. Dus misschien gaat dat wel niet door. Ik heb natuurlijk allemaal vers fruit en zo. Nou ja, daar gaat het niet om. Dat is ook jammer natuurlijk. Dat heb ik allemaal al besteld. Maar ja, hoe vind je dan een nieuwe datum? En zij is nooit ziek, weet je wel. Dus deze periode, ik weet niet wat het is. Ik zie het bij iedereen. Iedereen is een beetje moe. In ieder geval, ik ga mijn wenkbrauwen laten doen. De touch-up, want zoals je kan zien is het wel wat vervaagd. Ja. Ik wil het echt niet heftiger dan de vorige keer. Eigenlijk gewoon denk ik hetzelfde. Dus, alright. Laat mijn camera denk ik lekker in de auto. Ja, het is geen samenwerking. Ik heb het vorige keer toch al allemaal gefilmd. Ik betaal het gewoon lekker zelf. Dus ja, jullie weten toch hoe dat gaat als ik die video's opzoek. Dus ik laat mijn camera lekker hier en dan, kwart over 10 is het. Ik ben benieuwd hoe snel ik weer klaar ben. Ik heb voor de zekerheid 2 paracetamolletjes genomen. Omdat ik gewoon al niet zo helemaal lekker ben. Ik denk, dan voel ik er nog minder van. Maar je voelt er gewoon niet heel veel van. Tadaa. Ik ben helemaal moe, joh. Het is ook wel lekker hoor, als er geen samenwerking is. Ik heb helemaal gewoon niks op mijn telefoon gezeten. Niet met mijn camera. Kwart voor 12 is het al. Kwart voor 12. Ja, het duurde denk ik 1 uur en 1 kwartier. Het is gewoon precies zoals de vorige keer. Zo van sleepy. Helemaal lekker onder een dekentje gaan liggen daar. En oh, helemaal chill. Even weer kleur in mijn gezicht krijgen. Maar het is heel netjes. Super blij mee. En nu is het dus heel donker. Maar dat hoort. En de vorm is gewoon helemaal netjes. Perfect. Niet donkerder. Niet lichter. Niet dikker. Niet dunner. Gewoon kijk. Weer helemaal netjes. Ik heb zelfs zien dat het minder heftig is dan de vorige keer als ik eruit kwam. Maar het kan ook omdat het een touch-up is. Ik was dus relatief snel met mijn touch-up. Maar bij mijn huid vervaagt het ook gewoon iets sneller. Maar toen ik de afspraak maakte was het een beetje aan het vervagen. En daarna stopt het eigenlijk met vervagen. Dus dacht ik, oh, het had eigenlijk nog niet per se gehoeven. Maar als je het nu ziet, denk je, nou, het is echt wel een verschil. Natuurlijk blijft het niet zo, maar... Oeh, jeetje, ben ik gaar. Ik ga eventjes lekker naar de kringloopwinkel. Die zit hiernaast. Waar ik nooit iets leuks kan vinden, maar misschien nu wel. Ik ben nu trouwens helemaal dark. Mijn haar is donker, dat gaat dus ook nog. Ik heb gisteren een klein beetje een droge, kriebelige hoofdhuid door die kapper. Dus ik had een beetje arganolie op mijn hoofdhuid gesmeerd. Maar ja, daardoor is mijn haar nu dus een beetje vettig. Dus daardoor is het nog donkerder. En die toner zit erin. En daardoor is het ook donker. En mijn wenkbrauwen zijn dus ook donkerder. Omdat ze net gedaan zijn. Dus alles wordt wat zachter. En lichter. Ik ben wel heel benieuwd hoe mijn haar eruit ziet als ik het 1 keer heb gewassen. Waarschijnlijk minder bruin en minder grijs. Zo, thuis lekker een matchaatje drinken. Ja, ik geniet niet echt meer van mijn matcha. Omdat mijn lekkere matcha is dus op. En die is uitverkocht op het moment. Dus ik gebruik... matcha van H. Van de Body & Fit. Die is echt niet lekker. Nee. Maar goed. Dus het is niet dat ik me verheug op mijn matcha of zo in die zin. Maar wel. Ja. Ik ben heel gaar. Maar iedereen is gaar. Oké. Okay. I'm happy. Wow. Dit is wel echt heel leuk. Wel 75 euro. Ik blijf het proberen, maar kringloopwinkels zijn niet mijn ding. Ik weet niet, ik vind het gewoon veel te veel door elkaar. En de kleding hangt op kleur, niet op maat. Nee, ik ben weer na 5 minuten weggegaan. Het is gewoon niks voor mij. Maar ik blijf proberen. Ik vind dat heel leuk wat mensen daar scoren. Maar het is niet mijn ding, al jaren niet. Wellicht ooit. Ik ga lekker naar huis, want Henny komt over 4 uur al. En ik moet nog heel veel werken aan babbel. Ik kreeg dus een berichtje dat ik mijn spullen bij de toko moest ophalen tussen 1 en 5. Ik dacht dat ik het morgen had gedaan, maar het was dus vandaag. En ik was al net thuis geparkeerd. Dus toen ben ik weer weggegaan. En hiernaast zit ik Xenos en daar wilde ik eigenlijk nog even kijken. Dus ik ben nog steeds niet aan het werk. Ze hebben zoveel schattige dingen bij de Xenos. Niet normaal. Hoe cute het allemaal is. Heel leuk. Ook allemaal pieken en zo. Dit vind ik ook echt heel erg leuk. Kijk nou. Ik heb nooit eerder gezien. Heel leuk. Ik blijf mijn camera er maar bij pakken. Kijk hoe schattig dit allemaal is. Heel leuk. Dit blijft ook echt hip. Kijk.
Kijk naar hoe cutie. Dit, zo, dit vind ik wel duur. Ik ben er van gouden randjes omdat die heel snel kapot gaan. Maar ik vind het wel allemaal echt heel erg schattig. Hé, hey, deze heb ik ook bij de Action gezien trouwens. Ik zoek nog iets om deze stickers op te plakken. Voor mijn gasten. Dat was bij seizoen 1 ook al de bedoeling, maar dat was een beetje gefaald. Ik weet niet, ik vind het allemaal een beetje net niet of zo. Hele mooie mok is dit trouwens, zeg. Wauw. Hij kost 4,50. Dit zou misschien kunnen. Op wit. Nou, we hebben weer films laten zien. Ter info, als ik dus binnenkom, ga ik dus meteen filmen. Het is niet zo dat ik dus nu al even thuis ben of zo. Jeetje, wat veel tassen. Het is allemaal eten. Zo. Ten eerste wou ik dit nog laten zien. Ik had dus al heel lang geleden voor als een vriendin van mijn dochtertje zou krijgen dit boek gekocht. En ik zie nu dus dat het uit 2013 komt. Maar dit is dus zo'n mijn eerste jaar invulboek. Ik was net vergeten dat ik deze had. Maar die ga ik dus geven als echt een meisje. En zij was ook mijn eerste vriendin. Net voor Lotte. Dus die ga ik geven. Ik heb ook een kaartje, maar dat zal ik later nog laten zien. Die ik ook om die reden had gekocht. Heel oud dus. Ik heb bij de toko dus een pomelo. Ik las dus bij bijles dat een sinaasappel een kruising is van een pomelo in mandarijn. Vet grappig. Die gaat in haar pakket. Die is echt huge. Passievruchten daarvan vroegen dan eentje in haar pakket. Schattig. Vind ik ook wel grappig, want bij zo'n... ze zeggen toch altijd, je baby is nu de grootte van een passievrucht bijvoorbeeld. Zo, super schattig. Maar ik weet niet of het allemaal gaat passen. Ik moet even kijken. Ik heb wel heel veel hoor. Ik had ook nog een hele ananas. Vond ik ook weer hilarisch. Dat is ook weer hoe ze je baby beschrijven. Voor mezelf heb ik longan, dus die tropische vruchten uit blik, vond ik wel heel leuk. Voor haar heb ik nog in het perzik thema een peach theetje. Voor de winactie een kleine honinglepel gekocht. En ik heb jackfruit, wat ik dus nog nooit eerder heb gegeten. Maar ik dacht, dat moet ik een keer proberen. Voor mezelf. Uit blik dus, niet vers. En ik denk dus dat mijn vriendin het lekker vindt, ik weet het niet zeker. Maar ik heb ook nog mini Reese's voor in het... zwangerschapspakket. Dan heb ik nog een kilo kiwis gekocht. Ook deels. Eigenlijk heb ik altijd fruit gekocht voor in het pakket. Ik heb 2 kiwis. En de rest zit gewoon bij onze koelkast in. Nu dus maar hopen dat het doorgaat. Een dragonfruit. Gele. Mango's. 2 mango's. Daarvan gaat er ook een in. Heel leuk dit. Volgens mij zijn het een soort kakis, maar ze zijn dus toch anders. Ze zijn roder en kleiner. En deze ga ik gebruiken voor TikTok nog. Ik denk dat ik dat straks maar ga opnemen, al zie ik er crappy uit. Anders komt het er nooit van. En dan doe ik daar ook wat van in haar pakket. En ik heb nachi peren, appelperen dus weer gekocht. Die vind ik heel lekker. En het was 1+1 gratis. Wel heel jammer van al dit plastic. Maar deze dingen worden heel snel beurs, volgens mij. Dus nou ja, dan doe ik gewoon 1, anders wordt het veel... te veel allemaal. Het gaat niet eens passen in die mand. En dan vast voor in de... Had ik gezegd dat ik kerstpakketten ging maken? Nou, deze truffle bread kan niet ontbreken in het kerstpakket. Dus daar heb ik er vast 3 voor het kerstpakket. En het feestdagenpakket van gekocht. Ook nog gewoon voor thuis deze. En nog een aantal. Nog 3 zakken truffle bread. Omdat het zo lekker is. Heel leuk. Ze zijn echt wel minder mooi dan die van Sissy Boy. Maar deze waren net zo duur, of 1 euro duurder dan 1 lepeltje bij Sissy Boy. En ik vind die glazen lepeltjes wel heel leuk voor in de koffiecorner. Dus ik dacht, die neem ik mee. Ze hadden ze ook in het groen, maar ik ben voor roze gegaan. Ik haal ze er meteen uit. Oh ja, ik moet de vuilniszak even erin doen, want die heb ik net verschoond. Verschoond. Klinkt als een baby. Kijk, hartstikke leuk. En een stukje goedkoper. Nog meer persik dingen van de toko. Een soort van, ik weet niet of ze dit tijdens de zwangerschap mag, want waarschijnlijk is het heel ongezond. Maar peach bubble milk tea drink ding. En sparkling water met peach. Ik weet zeker dat ze dit heel erg leuk gaat vinden. Kan niet anders. Ze houdt ook van die rare dingen altijd, net als ik. Dit zijn persik snoepjes die ik ook echt nog nooit in mijn leven heb gezien. De welbekende persik snoepjes. Ik hoor wel vaker dat zwangere vrouwen die sowieso lekker vinden. Fanta Peach. Het is toch leuk? Ik vind het heel leuk. Het enige wat ik nu denk wat er wel mist, is een perzik. Die zijn er volgens mij nu niet. Ja, ik kreeg een soort van gratis
Leren tafelloper, een nep leren tafelloper of zo. Heel random. Ik heb deze even ingeslagen, want die doe ik eigenlijk liefst altijd bij de borrel. Die zijn zo lekker. En die hadden we niet meer, al heel lang niet eigenlijk. Ik doe me nog best mee, dat bij de Xenos durf schudden ook, weet ik het best veel. En een kraslot waarmee ik niks heb gewonnen. Dat was het. Nou, dan ga ik nu alles uitdragen. Zoals altijd. Oké, het is bijna 5 uur. Henny is later. Ze stuurde om 4:25. Ik ben dus 4:30. Maar no problem. Ik heb even snel een guacamole gemaakt. Zelfs van mijn vader. Van babbelhap. Alleen zonder jalapeno en zonder koriander. Want dat had ik niet. En we hadden nog wat chipjes over. Dus dan hebben we in ieder geval iets. Want we zouden naar de winkel gaan om eten te halen. Maar dan is er in ieder geval iets. Want het is toch best wel laat. Kijk, we hebben even lekker een super gezond pastaatje met dopertjes, ui, knoflook, half bakje mascarpone en pompoenpasta met pompoen en spelt. En courgette, super gezond. En dit is super gezellig met z'n drietjes hier te eten. Oh ja, en nog een restje dit. Goedemiddag. Ik ga eigenlijk nu ontbijten. Ik heb weer vanuit bed gewerkt. Dus 3 uur non-stop babbelhap. Dus zo is het werk. En het is al 2:30. Dus ik ga na mijn bijles sporten. Want wat ik laatst ook al zei, als ik het overdag doe, gaat het van mijn werktijd af. Dus dan heb ik liever dat het van mijn avondtijd afgaat. Dus nu nog 1,5 uur. Ja, iets meer dan 1,5 uur en dan begint bijles. Dus ik hoop dat ik dan heel ver ben met babbelhap. Het is wel, ik heb me er een beetje denk ik vergist hoeveel werk het is. Maar goed. Ik heb hier lekker een matcha. Nou, niet heel lekker, want het is dus die matcha die niet heel lekker is. Hier een kamille lavendel theetje. En hier lactosevrij yoghurt met dragon fruit en flavor drops. En het werkt op zich wel fijn om vanuit bed te werken, omdat ik dan ook niet mijn telefoon heb en zo. En niet wordt afgeleid en gewoon 3 uur fulltime non-stop aan het werk ben. Dit zijn trouwens, mocht je denken, ovulatietest. Dit is als grapje voor in het, hoe noem je dat? Baby shower pakket. Bedankt trouwens voor al jullie reacties. Ik heb nog niet eens de tijd gehad om ze te lezen. Normaal reageer ik meteen op de reacties op mijn vlog. En nu ga ik dat gewoon, denk ik, op één moment doen. Dus dat ik gewoon wat later in de week even op alles reageer via mijn laptop of telefoon. Maar ik heb heel veel reacties gekregen, zag ik. Van mensen die dus normaal niet echt reageerden, nu wel weer. Daar ben ik heel blij mee, wat ik al heel vaak heb gezegd. Maar en het helpt mijn kanaal. Want ik merk nu, de derde babbelhap aflevering heeft echt zoveel minder views. Omdat er gewoon minder reacties zijn. Dat is gewoon de reden. Dan wordt het minder voorgesteld bij mensen. Dus alsjeblieft reageer om die reden. Maar ook omdat het dan een beetje, dat er wat interactie is. Want anders heb ik het gevoel dat ik gewoon tegen niemand zit te praten. Dus bedankt ook voor de koptelefoon tips, zag ik en zo. En dit is nu een soort van Barbie yoghurt. En ik zit nu te kijken naar hoe mijn vader een jalapeno snijdt. En ik ga weer verder. Wanneer de havermelk in de aanbieding is. Ik heb volgens mij heel weinig gevlogd, maar mijn bijles ging gisteren niet door. Want ik kreeg een appje dat hij net uit school kwam en dat hij 38 graden koorts had. Dus toen heb ik eigenlijk alleen maar weer aan babbelhap zitten werken. En we hebben gezellig film gekeken. We hebben Aladdin gekeken. Ik heb die voor het eerst dus gezien. En anders met echte mensen. Hij was super leuk. Op Disney echt een filmtip. En ik heb net even allemaal kerstspulletjes gehad voor de kerstaflevering. Voor decoratie. En wat toosvrije kwark. Ik heb ook deze gekocht. Die ruikt echt lekker naar gewoon schone was. En een aantal flessen in de hoop dat ik nu wel leuk hier een babbelhap sticker op kan plakken voor mijn nieuwe gasten. En dit voor, ja, die gaan we waarschijnlijk niet gebruiken in de kerstaflevering, maar ik vond het wel leuk om hem even te laten zien. En misschien gaan we hem wel gebruiken. En dan als decoratie een beetje van die kietscherige, hele overdreven dingen. Ik wil eigenlijk gewoon een boompje waar ik ballen in kan hangen. Maar dat hadden ze niet. Deze heb ik dus al, maar die staat erg bij mijn schoonouders. Ik dacht, ik koop er gewoon nog een. Die is toch heel leuk. En dit vond ik ook wel heel cute. Maar het moet echt nog een beetje meer worden. Anders hebben we echt, moet ik hem filmen daar? We hebben ook dit. Dit heeft Chicky gekocht. Moet daar staan? Ja. Super leuk. Nou ja, dat was het. Zo, lekker buiten. Het is het rustig overal. Niet normaal. Het lijkt wel een soort uitgestorven zondag. Ik heb die flessen bestickerd. Die zien er wel heel leuk uit. Nu ga ik sporten en dan ga ik nog even naar de stad. Nog wat babbelhap dingen regelen en halen. En Chicky en Ha zijn nu naar schaatsen. En die gaan daarna dus bij mijn schoonouders eten. Ook met zijn zus en zwager. Echt heel gezellig. Maar ik heb afgezegd. Ik red het gewoon niet met babbelhap. Dus ik ga gewoon vanavond in mijn eentje. Als ik straks thuis ben rond 6. Ik denk lekker sushi bestellen. En dan de hele avond nog verder met babbelhap.
En het is de hele tijd in de appgroep over de babyshower van morgen of het wel of niet doorgaat. Dus we zijn bezig met alternatieve data. Maar dat kan niemand. En mijn vriendin is eigenlijk ziekig. Dus die weet inmiddels ook wel dat het is. En het is geen verrassing meer. En als er geen nieuwe datum geprikt kan worden voordat ze gaat bevallen in januari, ja, dan wil ze dus morgen wel door laten gaan terwijl ze niet lekker is. Dus dat is ook iets van, moet ik morgen nou wel of niet om 7 uur opstaan, weet je wel, dat speelt ook nog. Maar zo balen voor haar als ze ziek is op de eigen babyshower, maar er is gewoon geen andere optie meer. De babyshower gaat niet door. Ik ga even snel naar de stad en dan lekker thuis chillen na werken, maar wel lekker rustig chillen. En ja, deze heb ik nodig. Kijk hoe cute, deze kerstvormpjes. Dat is ook leuk. Ze hebben hier zoveel lekkere mix, hè, waar ik zin in was. Hier spicy orange cake. Maar ook gewoon icing, tiramisu, creme brulee, buttercream, green velvet. Wow. Zo leuk allemaal, niet normaal. Deze ook. Ik ben weer thuis. Althans, Geus en Gorgels is afgelopen, dan gaat hij over de Juice Show. Ik zet het niet per se zelf aan, maar het... prima. Oké, ik heb hem bij de Casa toch nog een mini kerstboompje gekocht. Ik vind hem niet heel mooi, maar ik dacht het is nog leuk om er ballen in te hangen. Ja, ik vind dan, het is maar 1 aflevering, maar toch wel leuk om het echt even feestelijk aan te pakken. En misschien wordt zo'n aflevering ook nog wel later teruggekeken en zo, weet je wel. Het is niet zoals een vlog, dat het maar heel even is. Zo'n aflevering kijk je natuurlijk sneller terug dan een vlog. De baby shower gaat dus niet door, dus de pomelo weer uit de fruitmat. Oeh, de ananas. Over 2 weken is je nu, maar dit gaat niet meer goed zijn dan. De bananen. Wat heb ik? Nachi peer. De kiwi, de passievruchten. Mango, de alles. Oh, ik heb dus zoveel fruit nu in huis, maar goed, gezond. Ik heb nog leuke koekjes. Bij de Xenos leuke koekjes die we dan in een schaaltje leuk kunnen neerleggen als decoratie. Met cupcake vorm gescoord. Spuitzak. Ook voor de aflevering. Versiering. De tafel ligt er helemaal vol. Dat was het. En ik heb heerlijk sushi besteld. Ik ga me even installeren op de bank met mijn laptop. En wacht tot de sushi komt. Ik heb super veel. Ik heb alleen maar slabootjes met gerookte zalm gegeten vandaag. Ik heb heel veel zin in sushi. Oh, ik kan niet wachten. Wow, yo, ik bestelde de sushi toen ik wegging fietsen uit de stad. En ik ben misschien 10 minuten thuis en het is er al. Ziek snel. Oh, ik heb hier zoveel zin in. Ik ga even, ik denk 10 minuten lekker sushi eten met de tv. En dan ga ik beginnen met werken. Ik hoef niet heel veel meer te doen, hoor, maar ik wil gewoon even alles af hebben. Dat het morgen lekker niet meer hoeft. Hi, poesje. Kleine lieve baby, ben je de hele dag alleen? Zat je in het donker helemaal, hè? Ja, maar je bent wel een liefje. Echt een liefje dit. Het is hier echt een troep, want overal liggen knutselspullen en zooi. En knuffels en dekens. Ik laat het even lekker liggen. Een poesje. Je bent een lief poesje, jij. Ja, je bent zo mooi en lief. Het is zo schattig. Poesje, we hebben sushi. Poesje. Oh, ik heb hier zoveel zin in. Oh, wat lekker. Sojasaus we don't want. Ik zeg het er heel vaak bij dat het er niet bij hoeft, maar ze lezen het niet. Ginger we do want. Wasabi we do want. Eindelijk hebben ze even weer veel wasabi gegeven. Ik ben vergeten een bakje te pakken voor de sojasaus. Dus dan doen we het gewoon hierin. Ja, ja. Ik zo sneu voor mijn vriendin dat ze ziek is. Zij is nooit ziek. Ach, arme schat. Ze zegt nooit af. En heeft ze echt een mazzel dat al haar vriendinnen morgen komen en is ze ziek. Hoe zielig. Dat is toch echt te zielig. Ik gebruik dus deze. Coconut aminos in basis van sojasaus. En ik hou heel erg van wasabi. En ik heb heel veel van mijn favoriete sushi besteld. Ik heb niet die kleintjes met zalm en avocado gedaan dit keer. Ik had echt zoveel zin in nigiri zalm. Dat is echt mijn fave. En ik had ook heel veel zin in nigiri zalm met geflambeerde zalm. Maar dit doe ik best wel veel wasabi erop. Ik eet nooit meer ook sushi in mijn vlog of zo. Dit vind ik toch lekker, jongens. Oh. En ook gewoon lekker in mijn eentje dat ik al deze sushi's die hier liggen al allemaal kan opeten. Deze sushi vind ik zo lekker. De meeste mensen die samen met elkaar sushi eten hebben echt iets van...
Het boeit me niet welke je pakt, het boeit me niet welke ik pak. Als ik samen met mensen sushi eet, denk ik echt, oh my god, ik wil die niet keren met zalm. Ik wil die niet keren met zalm. Echt erg, maar ik vind het zo lekker. Eigenlijk nog zonder soja, gewoon met alleen die wasabi erop. Ik vind dit zo heerlijk. Ik weet niet hoe erg ik even geniet van dit moment. Even lekker alleen. Lekker warm huis. Lekker cozy lichtjes aan. Sushi. Straks op mijn laptop vind ik ook helemaal niet erg hoor. Vind ik hartstikke leuk. Alleen het is heel veel op dit moment. Soms vind ik het ook gewoon lekker om de tv aan te hebben. Alleen al voor het beeld of zo. Maar ik ga straks lekker de fireplace aandoen. Ik heb trouwens dus nigiri zalm. Nigiri met geflambeerde zalm. Daar heb ik ook heel veel zin in. Er is dan licht sojasausje op. Maar ja. Ik dacht eerst nog van, ga naar de sportschool meteen naar huis en niet naar de stad. Maar ik ben wel blij dat ik gegaan ben. Want daardoor heb ik eigenlijk de kerststuk decoratie grotendeels gewoon af. Dit is goed genoeg. En dan heb ik ook die vorm gekocht. Ik bedoel, ja, volgende week kom ik ook heus wel weer langs de stad. Maar ik vind het toch chill dat ik het nu gedaan heb. Oh, dit is gefrituurde garnaal. Zo lekker. Dit is ook echt heerlijk. Wat ik vandaag doe, doe ik gelukkig niet meer zo vaak. Vroeger deed ik dit heel vaak best wel slecht. Maar dan eet je dus overdag heel weinig. En dan ga je daarna sushi lopen eten. Maar ja. Ik heb wel gezond gegeten, dus... Ik heb gewoon tegenwoordig dat ik dan overdag gewoon niks echt lekker vind. Dan kijk ik in de koelkast en we hebben echt veel. Dan denk ik, ja, ik heb nergens zin in. Dus heb ik maar gewoon gerookte zalm met slaabootje gegeten. Dat was het. En dit is California, gewoon met krab. Gewoon surimi. Maar die vind ik ook wel altijd super lekker. Ja, deze instellingen stelt dus niet automatisch scherp. Maar goed, je ziet het wel. Ik geniet hier echt zo erg van. Oké, ik ga even nog chillen en dan lekker werken. Sorry voor de saaie content, but it's life. Good morning. Ik heb mijn haar gekruld eindelijk. Nou, het zit even in een clip, maar ik heb eigenlijk even de tijd ervoor genomen. Het zit heel mooi en het is ook best wel bruin. Je ziet echt die toner. En omdat de sushi van gisteren zo lekker was, gaan we nu weer sushi eten. ik had echt wel zin om naar buiten te gaan, maar het is niet heel lekker weer of zo. Dus gewoon lekker fietsen en dan gaan we een sushi lunch doen. Zoveel zin in. Dit plukje. Er is echt niemand. Het is zo rustig. Gisteren zei ik het ook al. Ik heb dus heel verschillende printjes in zwart-wit. Ik heb zwart-wit stippen, zwart-wit blokken, zwart-wit zebra. Ook nog dit. Het is super koud en ik heb zoveel zin in die sushi. Niet normaal. Kijk hoe leuk. Dit is helemaal lekker knus hier in de hoek. Het is hier vet mooi. Mr. Xi zijn we voor het eerst en er is echt niemand. Het is gewoon de helft van de prijs in de middag en er is niemand. Hoe chill. We zitten gewoon lekker met steentjes op de bank. Lekker knus. Ja, die mag er wel. Lekker. Oh, dit is echt mijn fave. Die is denk ik wel pittig. Zullen we cheersen met onze shrimp? Pieuw. Zo lekker. Oh, heet. Oh, ik bedoel heet van warm. Niet van pittig. Ik heb mijn eigen sojasausje meegenomen. De coconut aminos. Oh, dit is zo lekker. We zijn echt van het genieten. Iemand houdt van avocado hier. En je eerste handroll ooit. Je eigen. Lekker, hè? Zo knapperig. Oké, deze test. Yummy. Het enige wat ik altijd jammer vind bij Oreo Kanita is dat er zoveel mayo op zit. Daar hou ik niet zo van, maar het ziet er wel echt super lekker uit. Ik vind het hoesje echt heel leuk bij de Primark, maar ik ga hem niet kopen. Dit is onze stijl. Dit is zo extreem schattig. Een soort boxjes met fluff erin. We zijn weer thuis en kijk, alles wat ik had gekruld is gewoon weer helemaal weg. Daarom het is zo zonde van de tijd, niet normaal. Maar het is dan wel natuurlijk wat mooier gepolijst hoe het nu valt. Ik heb een kerstmuts gekocht, maar dan... Ik dacht, deze is wel echt mooi. Dit is zeg maar echt een gehaakte. Misschien voor de kerstaflevering, niet de hele aflevering, maar gewoon een deel ervan. En van dit soort krullers, ik gebruikte het vroeger altijd. Ik had het vroeger altijd, maar ik gebruikte het nooit. Maar ik vind dat toch wel leuk om te proberen voor in de nacht. Ik denk dat mijn haar wel beter in de krul blijft zitten als ik het met water in de nacht doe. Want van hitte wordt het gewoon helemaal slap bij mij. Ook grote. Ze zijn ook super pretty qua kleur. Echt leuk. En
Kees, die zocht het dus. Die hadden ze hier. Dus dan kan ik het eindelijk een keer echt proberen te maken. Dat moet je dus zo doen en dan je haar zo omheen draaien. Ik weet bijna zeker dat ik hiermee wel resultaat boek. En ik ben eigenlijk blij dat ik mijn haar nu heb getest. Want ik dacht dus dat ik het niet kon, maar het was heel mooi geworden. Maar hebben jullie het niet eens gezien in de vloer? Echt zonde, want ik had mijn haar in een clip. Maar het was echt prachtig gekruld. Maar ik was er, denk ik, ruim een half uur mee bezig. En nu weet ik dat het gewoon geen zin heeft om voor de kerstaflevering mijn haar op die manier te gaan krullen. Ja, dan moet ik echt die haarlak erin gooien en er niet aan zetten en meteen gaan filmen. Maar als ik iets ga doen, dan zit het er meteen uit. Dus misschien kan ik deze dan nog testen en werkt dit wel. En ik heb nog twee haarclips verkocht. Deze. En een leuk spicy hoesje. En dat was het. Oh, wow, ik wou zeggen. Ik wou de vlog afsluiten, maar ineens krullen. Ik had het niet gezien, hè? Huh? Dat is raar, dan zakt het uit en daarna is het weer een beetje terug. Bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Ik heb het gevoel dat ik volgende week misschien weer iets meer leuk ben. Maar we weten het niet. En wij gaan nu lekker slapen. We hebben lekker groentesoep gegeten. En oogappels gekeken. En ik zie jullie heel graag weer bij volgende weekvlog. Vergeet niet te liken, te abonneren en een reactie achter te laten. En volgende week weer te kijken. En zondag bij Babbelhap. En bye.